welkom in Steenwijk. Hier gaan we verder waar we gebleven waren de vorige video. We gaan de NS-stations van Friesland bezoeken. Dan beginnen we dus met Steenwijk. Ik ga zo meteen even wat vertellen over de spoorlijn als we onderweg zijn naar het volgende station. Maar nu eerst wat over station Steenwijk. Het werd geopend samen met de opening van de spoorlijn op 15 januari 1868. Destijds met het stationsgebouw van het SS derde klasse type. Dit stationsgebouw heeft stand gehouden tot 1972, wanneer ze bij sloopslag 70 platgelegd werd. En daarvoor is een gebouw teruggekomen. Het is een voor Steenwijk specifiek ontworpen gebouw door de heer C. Douma. Ik heb persoonlijk geen idee waar het precies aan gerelateerd is. Maar het is een uniek gebouw. Van het oude emplacement rest momenteel nog een opstelspoor, passeerspoor hier achter mij aan de spoor 1 zijde. Twee sporen aan de spoor 2 zijde waar legervoertuigen dus geladen en gelost kunnen worden. En dat spoortje dat loopt uit in een kopspoor waar eventueel locomotieven neergezet kunnen worden. Deze militaire transporten die worden vaak gereden met diesellocomotieven. En dan zul je waarschijnlijk denken waarom, want er hangt hier gewoon bovenleiding. Nou, als je zo meteen goed kijkt dan zul je zien dat er boven de losplaats geen bovenleiding hangt. En dit zou dus betekenen dat een elektrische lok en een diesellok samen de trein moeten rijden. Ja, waarom zou je twee locomotieven eraan verspillen als je er ook één voor kan gebruiken? Tevens was hier overslag / overgave van goederen tussen de NTM, de Nederlandse Tramwegmaatschappij, en de NS. Hier was de aansluiting van de NTM tramlijn naar Heikersmilde. Nou, die ligt er ook niet meer. Steenwijk is een intercity station. De intercities 600, 1800 en de Sprinter 9000 stoppen hier. Tevens is Steenwijk het laatste station voor nu waar we een half uur overstap hebben. Straks hebben we een uur op de volgende twee stations. En daar kijk ik niet naar uit. Maar het zal een vast dingetje worden in deze serie. Overstappen van een uur of meer. Maar goed, dit was dus station Steenwijk. En we gaan nu door naar het volgende station. De spoorlijn Arnhem-Leeuwarden, beter bekend als Staatslijn A, is de eerste spoorlijn uit de wet op de aanleg van staatsspoorwegen uit 1860. Vandaag dus het gedeelte Zwolle-Leeuwarden. Op 1 oktober 1867 bereikte de spoorlijn Meppel, op 15 januari 1868 Heerenveen en op 1 september 1868 bereikte de spoorlijn haar eindpunt te Leeuwarden. In 1952 werd de lijn geëlektrificeerd en ze is voorzien van het beveiligingssysteem ATB eerste generatie. Treinseries op deze spoorlijn zijn de Intercities 600 en 1800 van Leeuwarden naar respectievelijk Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal en de Sprinter 9000 Leeuwarden Meppel en door de week door naar Zwolle. En goederenvervoer kent deze spoorlijn al jaren niet meer op structurele basis. De laatste goederentrein was de ACTS/HUSA containertrein van de containerterminal in Leeuwarden naar de Maasvlakte. Naast de huidige stations van Zwolle, Meppel, Steenwijk, Wolvenga, Heerenveen, Akrum, Grauw-Jirnsum en Leeuwarden kende de spoorlijn vroeger nog stations De Staphorst en Pepergaat. Een discutabel dienstregelingspunt langs deze lijn is Heerenveen IJsstadion. Dit zou namelijk een evenementenhalte moeten zijn. Echter wordt dit station volgens mij niet meer bediend en ook staan er, voor zover ik heb kunnen zien, geen OV-chipkaartpaaltjes. Naast de aansluitingen op staatslijnen B en C en de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren kende de spoorlijn vroeger nog aansluitingen op de elektriciteitscentrale Zwolle, de NTM-tramlijn Meppel-Heikersmilde, de NTM-tramlijn van Steenwijk naar Makkinga, Batavus te Heerenveen, de NTM-tramlijn naar Joure en Lemmer te Heerenveen, Raccordement de Zwette te Leeuwarden, de Dokkumer lokaalspoorlijn Leeuwarden-Anjum en de NTM-tramlijn te Leeuwarden naar Sint-Jacobi-parochie. Het is nog maar 11:30 in de ochtend en het wordt alweer donker of zo. Jeetje mijn. Dat is het nadeel van de herfst en filmen. Maar goed, welkom op station Wolvenga. Wolvenga is eveneens geopend op 15 januari 1868. En destijds met het stationsgebouw van het SS-type 4e klasse.
Maar wacht eens even. Wat is dat? Een uitzondering op de deprimerende sloopslag 70 was onder andere station Wolvenga. Station Wolvenga is gered van de ondergang en staat er nog tot op de dag van vandaag. Nou, station Wolvenga had vroeger ook een kleine goederenvoorziening, een losweggetje en een aansluiting op de kaasfabriek van Frico, die hier gevestigd was, volgens mij. Tegenwoordig resten daarvan twee sporen en een middenperron. Het lijkt alsof er vroeger een derde spoor gelegen heeft aan de kant van het station. Dat zie je aan de wat bredere grasstrook en ook het extra perronnetje wat nog aanwezig is. En de slinger in de sporen aan weerskanten van het station. We zijn nu dus echt in Friesland. En alle bussen die hier komen zijn dus ook van Arriva Friesland. Het gaat hierbij om bussen 17 Oosterwolde-Heerenveen, 108 naar Scherpenzeel en weer terug, 116 naar Oosterwolde, 516 naar Oosterwolde, 517 Steenwijk via De Blessen en 519 Steenwijk via Ookoop. Ook zijn hier een aantal opstaplijntjes. Het zijn er nogal veel, te veel om op te noemen. Ja, dit soort prachtige stationsgebouwtjes, daar doe ik het voor. Ik ben natuurlijk erg fan van historische spoorwegen. En museumlijnen niet specifiek, maar ook gewoon oude stationsgebouwtjes, oude situaties en oude lijntjes. In de Tweede Wereldoorlog werd op last van de Duitsers verschillende spoorlijnen volledig of deels opgebroken. Tussen Zwolle en Leeuwarden werd een van de twee sporen ook weggehaald. Tijdens de elektrificatie in 1952 werden de sporen weer teruggelegd, behalve tussen hier en Steenwijk. Dat heeft nog tot 1975 geduurd voordat er hier weer dubbel spoor kwam te liggen. Best wel bijzonder. Overigens, wat ik me nog even bedacht, uit diezelfde opdracht stamt ook het feit dat Deventer-Olst, heden ten dagen, nog steeds enkelspoor is. Wonderbaarlijk genoeg zijn er geen plannen om dat weer dubbelspoor te maken. Oeh, er komt een trein aan. Om terug te komen op wat ik eerder zei, het bestaat nog steeds. Maar dan zonder spooraansluiting. Natuurlijk lag er hier vroeger een extra spoor. Hoe verklaar je dit anders dan? Ik bedoel, waar is spoor 1? Nou, die lag dan dus daar, die grasstrook. En dat is perron 1. Of, nou ja, wat er van over is. Uitgestapt op stopplaats, station Grauw-Jirnsum. En als we de feiten van station Grauw-Jirnsum erbij pakken, dan zien wij dat het station geopend is met de opening van dit gedeelte van de lijn op 1 september 1868. Ze had een stationsgebouw van het type SS vijfde klasse vergroot tot 1879. Daarna is het stationsgebouw zwaar verbouwd en was het niet meer als zodanig te herkennen. Dat stationsgebouw heeft stand gehouden tot 1976 en daarna heeft ze plaats gemaakt voor een standaard Delma. Grauw-Jirnsum is geen station, eerder een halte aan de vrije baan. De seinen die hier staan, dat zijn permissieve seinen, oftewel automatische seinen. Het station wordt dus niet actief bediend door een treindienstleider. Er zijn hier geen wissels, er zijn hier geen andere sporen, dus het is geen station, maar een halte. Echter is de term halte of stopplaats tegenwoordig een beetje weggevallen, dus rekenen wij Grauw-Jirnsum gewoon als een station. De enige bus die hier voor zover ik kon vinden komt, is Arriva Friesland lijn 28 Heerenveen-Leeuwarden. En hier rijden een paar opstappers. Ik heb de volgorde trouwens even omgedraaid. We hebben dus eerst nu Grauw-Jirnsum, daarna Heerenveen, omdat ik zo nergens meer 60 minuten hoef te wachten. Want die ervaring bij Wolvenga hoeft van mij niet weer herhaald te worden. Nou is Heerenveen een iets grotere plaats, dus misschien iets interessanter.
Maar ja, het blijft 60 minuten. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Goed, wij gaan nu eventjes wachten en dan kunnen we weer terug naar het zuiden. Zo, daar zijn we dan. Heerenveen, het laatste station van de provincie Friesland voor zover het NS-gebied gaat. Als we de feiten er even bij pakken, dan zien we dat station Heerenveen geopend is met dit gedeelte van Staatslijn A op 15 januari 1868. Destijds ook met een stationsgebouw van het type SS Hoge Zand, welke in 1983 vervangen is voor een uniek ontwerp door de heer Van Pelkum. Dit stationsgebouw werd geopend in 1984. In Heerenveen vonden we een omvangrijk goederenemplacement. Er was een spoorweghaven en er was een overgave met de Nederlandse tramwegmaatschappij voor de tramlijn naar Joure en Lemmer. En van alle oude glorie is nu over een station met één eilandperron en drie sporen. Een van die drie sporen is een vrij roestig inhaalspoor, wat langs het perron pas haar wissel heeft. Wat volgens mij niet heel praktisch is. Maar goed, ProRail zal er ongetwijfeld over nagedacht hebben. Heerenveen is een intercitystation, een van de twee intercitystations van de provincie Friesland. En er komen hier nogal veel bussen. Het is een ware bussenhub voor de provincie Friesland. De bestemmingen moeten jullie er zelf maar even bij zoeken. Maar hier komen Arriva Friesland lijnen 17, 20, 21, 23, 28, 41... 48, 95, 98, 99, 115, 199 en 223. En Q-liners 315, 320, 324, 335 en ook nog een aantal opstappers. Heerenveen concludeert voor mij momenteel het Friesland-avontuur. We komen weer terug in Friesland als wij de Arriva-lijntjes gaan doen. Maar voor nu is het klaar. De NS-stations van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn allemaal bezocht. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een interessante video vonden. En volgens mij komt mijn trein er alweer aan. Ik hoop dat jullie het een interessante video vonden. Ik ga weer terug naar huis. Ik neem aan dat jullie dat stukje wel weer geloven. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Mooi!